Bart, je mag lachen, maar je moet het nog even inhouden. Het is zo moeilijk voor je. Ja, dit is het engste moment in mijn leven, dit. Nou, nog 3 kwartier wachten, dan weet ik het. Maar dit is heel erg eng. Heel erg. Nou, ga maar even terug naar wat je gedaan hebt. Wat heb je bedacht voordat je ging starten? Wat moest je, wat deed je? Nou, ik denk, ik ga op 14 rond weg. Ik denk, als ik dat rijd, dan denk ik dat ik goed zit. Maar toen race ik wel in de eerste rit 14-10. En toen dacht ik van, oh jee. Dus ik denk van, nou ja, ik ga maar en ik zie hoe ver het komt. En na 14-01 gereden en nog een beetje en, tevreden. Maar ja, het wordt afwachten. Is dit het bekende de dood of de gladiolen? Ja, kijk, ik moest gewoon rijden en ik moest de tijd neerzetten. En je moet gewoon leeg zijn als je over streep komt. Als je het nog over hebt, dan heb je die goed gedaan. En ik was helemaal leeg. Maar wat had je over? Ik had niks over. Helemaal kapot, steendood? Dit was de eerste keer dat ik echt steendood was. Hoe is dat? Ik bedoel, ik kan me dat niet voorstellen. Niemand van de kijkers kan zich dat voorstellen. Zie je wat, hoor je wat? Wat gebeurt er dan met je? De laatste 3 rondjes hoorde ik weinig. Ik was alleen maar rijden zat ik. En ik maakte 1 misslag. En ik kreeg gelijk 34,6. En toen dacht ik van, doorgaan. Ja, en dan kom je over de streep, dan ben je helemaal leeg. Ik kon net mijn arm omhoog krijgen, dus ik kon daar in de tweede bocht pas normaal doen. Fantastisch is dat een sportman nooit weet wat er in dat lichaam zit, hè? Nee, gelukkig niet. Alles, maar dat is het mooie van de topsport. Misschien breng ik nog meer de toekomst, wie weet, dat weet je niet. Jouw toekomst ligt er zeker nog. Ga lekker uitrijden en probeer of je Thomas tegenkomt en deze kant op te sturen. Dat zou mooi zijn. Dankjewel, Bart. Dit is het drinkende hoofd van Thomas. Thomas, ik ga schreeuwen. Jij moet ook schreeuwen. Ja. Wat voor gevoel is dit? In hemelsnaam om hier nu te staan zo. Ja, dit is een fantastisch gevoel met dat publiek. Het leeft verschrikkelijk met je mee. Als je weer een rondje 33 rijdt, elke rondje gaan ze luiven. Dat is gewoon fantastisch. 14.03, persoonlijk record. Een droom. Ja, 16 seconden eraf inderdaad. En, het had misschien ietsje sneller gekund als het ijs de laatste 5 rondjes niet had aangeslagen. Maar ja, dat is allemaal achteraf gepraat. Had je daar last van? Ja, wel iets denk ik, omdat het toch wel een beetje wit werd. Maar het ijs vlak na de dweil is ook niet altijd goed. En ja, daar had Bart misschien weer ietsje last van. Bart gaat finishen op 14.01. Waar ben jij op weg gegaan? Nou, ik was eigenlijk van plan om met 34 rond beginnen. En dan ja, kom je om tijd van 14.15 uit ongeveer. Maar ik wist dat het zo verschrikkelijk snel was en toen ben ik gewoon iets sneller begonnen. En dat heb ik vol kunnen houden. Is het moeilijk om met de handremmer op te rijden? Ja, aan het begin wel, want... je wil ze graag, hè? Ja, inderdaad. Het ijs is op het ogenblik zo snel dat je makkelijk 31ers kan rijden aan het begin. Maar je moet je eigenlijk gigantisch inhouden, anders gaat het veel te hard en dan kom je laatst tegen. je wist dat je een goede 10 kilometer kon rijden. Dat weet je van jezelf. Hè? Dan doe je het ook. Een bevestiging van je kunnen. Dat moet lekker zijn. Ja, inderdaad. De tijden hiervoor waren ook allemaal persoonlijke koers. En ja, je raakt toch een beetje achterop op de andere jongens. En als je dan weet dat je goede 10 kilometer kan rijden en je doet het ook, dan is het verschrikkelijk lekker. Jouw revanche was fantastisch. Je hebt misschien een beetje de schaduw gereden. We hebben genoten van je. Dankjewel, Thomas. Ja. Thomas, after this race, have we seen the changing of the guard? Yeah, I'm looking forward to the Worlds now. Okay, but you've seen two new Dutch kids. I know them from before. Your expectations before the race? It was hard to have any expectations, but of course the last 2 days create some expectations. But I have to remember that last weekend was something totally different than this, so I have to be happy. Korte vertaling, hij wist dat hij iets kon verwachten, hij is gelukkig over de race, hij kende ze al. This was a second Thomas. How was that feeling? Thomas against Thomas. Yeah, Bos skated very well, and I knew he was a little bit stronger than me, but I have to keep in mind that we have the World Championships in 4 weeks, and I am already preparing for it. Dus over 4 weken in Innsbruck, dan wil hij wel eens nog eens een keer tegen Thomas rijden. And now, what is going to happen? What can the last two pairs do? Wat kunnen de laatste twee paren doen? They can all beat me. I think Carlstad might have a hard time, but the other skaters, Visser have to do 14.03 or something. And, well, you know Leo as well as I do. He can do a lot. Goed zo, dat zegt genoeg. We kennen Leo allemaal. Carlstad zal moeilijkheden hebben. And your pick as a European champion for this year? I think Ben has a good chance. Ben has a good chance. Thank you, Thomas. Appreciate it. Tot Innsbruck. Tot Innsbruck. See you.